Leontine Ruiters en Marco Borsato zijn na een huwelijk van bijna 22 jaar van elkaar gescheiden. Dit komt door het nieuws wat naar buiten is gebracht over het schandaal rondom Die Voice, waar Marco bij betrokken is geweest. Leontine staat na twee jaar weer open voor een gesprek over de situatie. Op dit moment is Leontine vrijgezel, maar staat open om de liefde te vinden. Maar ik geloof ook dat er nog wel een grote liefde op mijn pad gaat komen, absoluut. Hoe Leontine er nu in staat, is niet altijd zo geweest, zo heeft ze heel veel verdriet ervaren. Ik was heel verdrietig na onze scheiding, wij alle twee. Er was nog steeds heel veel liefde, er is nog steeds heel veel liefde, vertelt Leontine. Het echte besef wat er nu eigenlijk allemaal is gebeurd, kwam voor Leontine pas jaren na de scheiding binnen. Ik heb me de eerste twee jaar na de scheiding heel fijn gevoeld en ik stond heel erg achter en mijn keuze. En dat doe ik nog, Leontine geeft aan dat het verwerken van de situatie erg pijnlijk is geweest. Het echte besef dat je geen gezin meer bent, of in ieder geval in een andere vorm een gezin bent, dat hakt er op een gegeven moment heel erg in. Eerder heeft Leontine in een gesprek met Privé aangegeven dat ze wel lekker alleen was en dat dit ook goed is. Het lijkt erop dat Leontine daar nu wel anders over denkt. Eerder zouden er ook nog geruchten rond zijn gegaan dat Leontine een korte knipperlichtrelatie zou hebben gehad met haar ex John Huyberts. Dit zou ook stuk gelopen zijn. We hopen natuurlijk voor Leontine dat de liefde weer eindelijk in haar is.